Donald Trump hier zien. Niet voor niks loopt je CIA rond en staat in de Air Force One. Zal ik daar naar binnen gaan en me voordoen als Sergeant Allen van de CIA? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Hallo kijkers van Harm en Frodo. En ik dacht nooit dat ik dit zou zeggen, maar ik ben blij om terug te zijn bij het Nationaal Militair Museum. En hier zijn we natuurlijk al veel vaker geweest en daar kan je nu even een stukje van zien. Hier in het Nationaal Militair Museum is van alles te zien. Van enorme lanceerinrichtingen tot rijen panzervoertuigen. Ik sta nu in de Fokker F-27 van de Koninklijke Luchtmacht. Vandaag ben ik bij het Nationaal Militair Museum om opnames te maken van geschiedenisvlog On Tour. Zo worden deze vliegtuigen tentoongesteld in dit museum. Dat dit tankversperringen zijn, maar met deze dingen hou je de tanks van tegenwoordig echt niet meer tegen. Zo, hier is de commandobunker. Het is 3 kwartier later en wat blijkt? Ik had er eigenlijk niet zo vroeg moeten zijn. Op magister stond het 1 uur, maar ik moest er gewoon om 10 uur zijn. Dus ik heb nu genoeg tijd voor mezelf. To get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. We'll be right back.
Haha, dat lukt toch nooit. Je kan het ontkennen, maar eigenlijk ben ik op spionagemissie in het NMM. Oké, ik heb een titel. Oh, wacht, die grap had ik al gemaakt. Oké. Even over die spionagemissie. Ik zal even zachtjes praten. Letterlijk. Oké, er komen nu allemaal veteranen en zo zie ik lopen. Die vertellen in wat voor tanks ze vroeger gereden hebben en dat soort dingen. Maar één man die liep naar voren. Een man netjes in pak met een man naast zich die zich niet voorstelde. En die zei een naam en die zei daarachter CIA. Oké, we hebben het dus echt over spionagemissies. Dat lijkt me een goede observatieplaats. Haha. Zo, tamperum. We zijn alweer op weg naar de volgende observatieplek. Net zag ik ook een man een gebouw inlopen met een hete koffie. En hij liep eruit met niks. Qua een koffie drink je echt niet zo snel op. Oftewel, ze hebben hier iemand gevangen genomen. Dat is niet zomaar een vliegtuig. Dat is de Air Force uit de US. En er zijn een paar mensen die daarmee vliegen. Onder andere de president van Amerika, Donald Trump. Bovendien komen een paar andere vliegtuigen me ook niet echt bekend voor die hier staan. Zouden die hier soms vannacht geland zijn? Maar mooi is het hier wel. Zal ik daar naar binnen gaan en me voordoen als Sergeant Allen van de CIA en zeggen dat ik kom voor de meeting met Donald Trump? Oké, misschien is dat net niet helemaal een goed idee. Veel mensen praten ook Engels. Het is hier duidelijk een internationale conferentiedag. Het lijkt me vrij duidelijk dat Donald Trump hier zit. Niet voor niks loopt hier CIA rond en staat hier de Air Force One. Het valt me op dat hier de poort nu bewaakt wordt door militairen, terwijl toen ik binnenkwam dat nog niet zo was. Waarom zou je anders je poort laten bewaken door drie tot zes man de hele tijd? Dat is toch wel vaag of zo. Er wordt letterlijk in en onder auto's gekeken. En dat gewoon bij het Nationaal Militair Museum.